Goedemorgen, 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 sunshine. Yes, yes, dames en heren. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze vlog. Eindelijk weer een keer een nieuwe vlog. En ik ga vandaag mijn big boy Gio zo. Goedemorgen. Ik ga mijn grote vriend Gio Latoy ontmoeten. En daarbij niet alleen Gio, maar ook Alex van Dunnen. De guy waar ik een beef mee had. Voordat we naartoe rijden, want het is een aardig pittig eindje. Ga ik zo niet alleen erheen rijden. Gaat iemand mee? Ga ik er zo meteen zien. Plus, ik sta hier natuurlijk niks voor niks. Eigenlijk is hij al redelijk schoon, maar hij kan schoner. Voor jullie misschien niet, maar hier bijvoorbeeld. Maar ja, ik moet best wel een stukje rijden, dus ik denk dat het uiteindelijk geen nut gaat hebben. Maar voor mijn gevoel wil ik toch even met een schone auto aankomen. Dus ik ga hem even snel afwassen. En ja hoor, dan is hij weer helemaal fresh. Ik denk voor jullie misschien dat hij al redelijk hetzelfde eruit ziet, maar dit is sowieso een stukje beter. Nogmaals, als je meer vlogs wilt zien, en dat zeg ik nu al, typ meer vlogs in de comments. En begin te liken, want dat doet me echt goed. Dank jullie wel. We gaan er vandoor. Let's go. Goed, het is op dit moment 9:15 en we gaan vertrekken. En er zit een poppetje naast mij, die gaat mee naar Gio Latoy. Ja, het is om precies te zijn, het is 2,5 uur rijden. Goed. Yes. We zijn ondertussen, wat is het, 3 kwartier onderweg. We gaan sowieso nog even een stop maken meteen, want we zijn gewoon op tijd. Dus dan zou het tussen 11 en 12 met Gio zijn. Jut. En Jul. Bij het tankstation. Wat gaan we halen? Ik voel me zo ongemakkelijk als jij met die camera loopt. Ja, is dat echt zo? Niet normaal, jongen. Nou, ik ga even een lekker cappuccino halen. Nee, even een cappuccinootje. Goh, je bent er toe? Met een lekker stroomwafeltje, denk ik. Cappuccinootje gehaald, kleine, met een... Oh, deze moet u er zo meteen even zien. Ranier zei ook al, het ziet er goed uit. Ziet er heerlijk uit. Ultra grote stroomwafel. Voor een ultra grote... Nee. Oh. Wat dan? Grote jongen, hè? Oh, grote jongen, ja, ja. Ik heb 1 keer eerder, jongens, met Roy, de broer van, heb ik deze eerder gehad. Dus een broodje gehakt. Maar een broodje gehaktbal eet je niet koud. Eet je wel koud. Nee. Met mayo. Roy, die kijkt hier terug. Die gaat het editen. En die gaat denken, man, ik ga nu naar het tankstation rijden en ik ga deze halen. Kijk deze dan. Gast, hoeveel mayo gaat er ook op? Hele pakket. Oh ja, dames en heren. Als jullie ooit de keuze hebben tussen deze Aquarius of Prime, koop gewoon Aquarius. Is 10 euro goedkoper en proeft hetzelfde. Dat wil ik even zeggen, man. Ik krijg geen zenuwen meer. Ik heb al zoveel dingen gedaan in mijn leven wat mijn zenuwen heeft. Oké, ik zie jullie zo. Zo, net even een kleine plaspauze gehad. Die jongen erachter ook. En we zijn er bijna. We moeten nog een kwartiertje rijden en dan zijn we er. Oké, we zijn aangekomen aan waar Gio dus woont. We komen aan, jongens. Met Gio Latoy's huis. Zijn we dan? Een dik huis, man. Daar staat hij. Kijk. Goeiedag. Hallo. Goeiedag. Ja, lekker met jou? Heerlijk, heerlijk. Hey man, Reinier, aangenaam. Oké dan, aangekomen. Maar ja, 2,5 uur rijden, maar ik ben ready om Alex. Oh, kom binnen, let's kom go. Binnen. Yes, top. Wat, hoe lang heb je die Ferrari nu? Sinds ik kocht dit huis en die Ferrari tegelijk, dus 2,5 jaar nu ook. Ook 2,5 jaar? Ja. Kijk eens, godde. Holy. Ja, lijkt me wel dik, man. Godde. Dit is echt een droom. Kijk, op camera hoor je het dan, want het is veel anders. Ja, precies. Ja, op camera, ik vind dat camera geluid die verdooft het altijd een beetje, zeg maar. Dat komt niet zo over als dat het echt is. Wat toen je voor het eerst dat zag op TikTok, hè, met die bier met mij en Alex. Ja. Wat dacht je toen? Dacht je van wat een sukkel? Of... Even heel eerlijk, hè? Ik vroeg me af hoe serieus het was, zeg maar. Ja. Of je haar echt leuk vindt, of niet? Ja, oké. Dus wat is je antwoord dan? Antwoord? Ja, het is een leuke dame. Kijk, ja. Ik weet sowieso, het gaat nooit meer vriendin worden, dat ze een OnlyFans doet. Maar ik dacht wel gewoon, het kan wel gewoon leuk. Ja, snap je? Ja, maar ja, toen kwam je Mattie. Ja. Toen kwam Alex. Maar op zich, je dacht niet van, wat gaat deze guy een keer doen met mijn Mattie? Nee, ik snap het, zeg maar. Ik zag je views op TikTok. Ik dacht, ik zou het precies hetzelfde doen. Oké, nee, dat is het. Nog 5 minuten of zo, of 10 minuten, dan gaan we naar Alex toe en dan gaan we de meet-up gooien. Gaan we even confronteren. Let's go. Gaat hij hoor? 1,90 meter. Ja, ik mijn rug benen, al veel, hè? Benen intrekken. Wacht, neem jij de cam mee? Voel jij gewoon jezelf? Oh, dat kan wel, ja. Ja? Ik lig, man. Let's go! Nou, daar liggen we hoor. Lekker, we komen hier bevrijden. Yes! Het is niet comfortabel, wel. Het is niet comfortabel. Oké, plannen gewijzigd. Niet in de kofferbak, maar ik. Jij gaat in de kofferbak. Ja, en dan kun je zelf ook gewoon filmen. Ja, als je dan, als precies. Je dan, heb ik gelijk zijn reactie. Ja. What the fuck, ouwe. Ben je ready? Ik ben ready. Oké. Dan gaat het. Hey, what the fuck? Past het wel? Jawel. Ja. Ik zit momenteel in de kofferbak. En we gaan Alex zo meteen verrassen. Dit wordt wat. Fuck hem, bro! Ja, ja! Ik had gelijk, hè? Oh. Pak hem, bro, is hij? We hebben hem! Ik hoor de box influencer, bro. Ik zei tegen hem, je gaat jullie storm meenemen. Ja. Je zei dat wel een keer, maar... Zwembroek mee! Ga zwemmen. Wat? Dacht je het echt? Dat ik ging zwemmen? Ja? Nee.
Nee, hè? Ik zei wel tegen Gio van, ga je me verrassen met Jordi Storm of zo? Hij zei het wel, ja, maar... Nee, met Glenn Fontaine. Oh! Ja, maar ja, dat is het grootste... Ja. Jalla, kan ik het wel van internet. Hij ja. is wel echt van L, hè? Ja. Hier, L Glenn Fontaine. L Glenn. We gaan ze samen, hè? Lekker koffietje gedronken met de boys. 100. Zijn we. Maar gaat het nog iets worden met MDMA? Sowieso. Ja? Gaan trouwen volgend jaar en zo. Trouwen, kinderen? Nee, dat niet. Nee? Misschien. Alleen als ze OnlyFans gaan doen. Als ze OnlyFans gaan doen. Maar wat is de planning nu? Ja, weet niet. Een beetje potje boksen of zo, denk ik. Potje boksen? Ja, Gio heeft wel handschoenen liggen thuis volgens mij, dus we gaan het wel zien. Vriend. Ja. Maar wat wou je ook alweer doen? Ik wou die foto van je ziekenhuisbed wou ik drukken op een shirt en dan TikTok maken met dat liedje van Anton van hyperventilatie. Ja, ik heb dus een hyperventilatie gehad, dus wou die dus afdrukken op de shirt. Crazy. Ik zeg je eerlijk, dan had je echt uitgedaagd voor boxinfluencers. Dan 100%. Maar dat gaat niet gebeuren. Had je geaccepteerd dan? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik was er wel echt down voor. Sorry dames en heren. Het spijt ons. Volgende keer misschien. Ready? Oké, langs erop. Wat de... Jezus, what the fuck? What the fuck? We gaan Gio even uitnodigen, even uitdagen. Weet voor het vier potje. Zeker. Oh, wacht, je auto is stuk. Boy, yo, boy, oh. Boy, is ik auto. Wat? Oh. Holy shit. What the fuck? Maar net op tijd, gast. Net op tijd. Zo, ik schrik me dood, maat. Holy shit. Nou, we gaan een potje FIFA spelen. Eerst dat afgelopen. 0-3, eerste helft. Je moet, dat is echt pijnlijk. Je moet wel. PSG, dat is niet te verdedigen. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja. Oké, tweede helft. We gaan hem nog meer inmaken. Revenge? Lekker op! 0-4. Let's boys, go, man. Ik zou ook PSG, fuck jou. Oké, nu ben ik, wat was jij? Met Chess City? Ja. Oké, dan ben ik met Chess City. Als je verliest, dan ben je gewoon echt beter. Kijk, let's go. We gaan ervoor. Revenge staat. Ja, gewoon 1-0 voor jou. Tweede helft kom ik terug. And we winning. We winning. Eindstand. Kom op, man. Easy win. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, wat vond je nu eigenlijk van? Ja, gezellig. Ja? Ik kom er even uit. Ga even zuipen. Met zuipen met z'n allen. Ja, toch? Ja? Er komt ineens de agressiviteit naar boven. Er komt, ja, dan ik ga het daar hitten. Er komt gewoon die eerlijke, die intrinsieke gedachten naar boven, toch? Nee, precies. Nee. Let's go, daar gaan we. We gaan op naar huis, naar Friesland. Let's go. Dan gaan we weer weg met Gio. Wat, ja. Eerste reactie? Van mij? Ja? Ik vind Gio oprecht, gewoon hoe die overkomt op vlogs en zo, gewoon hetzelfde, man. Hele chille guy, hè? Gewoon een hele aardige guy. Gewoon kan je lekker mee chillen, lekker mee praten, weet ik veel wat. En Alex eigenlijk ook? Alex is ook gewoon relaxed, man. Gewoon hele chille gasten. Ja. Ik zag aan Alex wel een klein beetje aan het begin, maar had ik ook bij jou wel een beetje die zenuwtjes bij beiden. Ja, het is natuurlijk gewoon raar, want je bieft elkaar op internet en vervolgens zie je elkaar in het echt. En uiteindelijk, het was totaal niet, nogmaals, wat mensen misschien denken, dat het fake is, dat de bief fake is, of dat het gespeeld is voor marketing, dat soort dingen, totaal niet. Gio zei alleen van, laten we gewoon Alex verrassen, ik zei van, let's go. Dus Alex wist ook van niks, maar ik denk wel gewoon dat het gewoon... uiteindelijk gewoon leuke beelden eruit hebben gekregen. Maar laten we met onze Friese nuchterheid even zeggen, hele chille gasten. Ja. Ik heb het echt fucking warm. Ik moet wel zeggen, ik was best wel zenuwachtig. Toen we aankwamen, na 10 seconden, gewoon chill al, toch? Je zweet ook. Ik zweet niet. Jawel. Nee, dat komt al door die zon. Nee, je zweet. Je hebt gewoon het water op je voorhoofd. Nee, jongen. Jawel. Het glimt, dat is Nivea. Ik had geen zenuwen, maar logisch denk ik. Nee, maar ik vond gelijk wel gewoon een chille vibe. Gewoon prima. We gaan gewoon lekker naar huis. Nogmaals, misschien nog even naar de KFC als tijd hebt, maar... Nee, geen KFC. Of Mac, of weet ik veel. Ja, we zijn in één keer doorgereden naar huis. Dus we gaan hier lekker eten. En dan was dit een dagje. Prima dagje, toch? Kort maar krachtig. We zijn mooi 6 uur thuis. Mooi op tijd thuis voor Heerenveen, want die moet zo meteen 7:15 spelen tegen Goat Eagles. Hou je slime in je mond, alsjeblieft. Oh, ja, nou. Hele lens vies. Het is een vettig hoofd van Nivea. Nee, ik hoop dat jullie hebben genoten. Laat even een like achter, comment even. Feestje bij Alex misschien. Wie weet. Feestje bij Alex, je weet toch? Oké, dames en heren, like, abonneer en ik zie jullie bij de volgende vlog.